Nou, we hebben aan de lijn iemand en die is het liefste anoniem, zodat ze vrijuit kan praten. Ik heb nu al een beetje iets verklapt over haar. Het gaat om een vrouw. Met hele lange, slanke benen. Oh, wat erg. Ja, ja, het is heel, zo verschrikkelijk. Heel Nederland is langzaam aan het terugzakken tot een kikkerland. Wij zitten een beetje te lachen alsof het leuk is. Oh, nee, nee. Oh, wat verschrikkelijk. Kan je nog even dat droevige verhaal over die scooters in Amsterdam samenvatten? Dat is, nee, wel, ja, erg. Dat is wel erg. Nee, laten we serieus zijn. Dat is best wel erg. Nee. Ja. Dat was de inleiding. Maar ja, ik vind wel, hè, dan denk ik, ja, dat zijn alleen mensen in Amsterdam die het wat interesseert. En er is een enorme haat tegen snorscooters. Een snorfiets, een snorscooter, dat is dus een scooter die mag 25 km per uur op het fietspad zonder helm. Uh-huh. En er zijn daar GroenLinkse mensen, ja, die willen dat niet meer. Die willen die snorscooters weg. En wat hebben ze nou bedacht? We gaan zeggen dat het heel gevaarlijk is en dat voor hun eigen veiligheid het beste is als ze met een helm op tussen de auto's gaan rijden. Met 25 km per uur. Ja, 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 ja. Maar de snorscooters willen dat helemaal niet, want die weten allemaal, je wordt gewoon te barsten gereden. Bovendien willen we gewoon geen helm op, want anders had je wel een brommer gekocht. Die snorscooters zijn ook niks meer waard, want niemand wil meer een snorscooter hebben, omdat waarom zou je met een helm op 25 km per uur gaan rijden als je ook op een brommer 40 km per uur kan rijden? Nou, heel verhaal. 4700 mensen hebben bezwaar ingediend bij de gemeente. Nog nooit vertoond. De gemeente heeft het na zich neergelegd en ik dacht, potverdrie, ik ga in opstand komen. Ik ga een kort geding aanspannen. Dat heb ik gedaan. En contact gezocht met allemaal van die verenigingen die daarover gaan, die zich daarmee bezighouden, heel veel steun gehad. Nu komt het verhaal waarom ik eigenlijk zo moest lachen. Uh-huh. Omdat ik denk, ik heb wel heel vaak hele rare mensen aan de telefoon. Dus ik heb contact met een paar van die boze scooterrijders. En vandaag belde er eentje, want die had gehoord dat ik had laten weten dat ik het kort geding verloren heb, uh-huh, zonder zitting. Uh-huh. De bedoeling was dat er een zitting zou komen met media en allemaal boze scooterrijders en ophef en chaos en exposure. En dat is dus niet gebeurd. De rechter heeft zonder zitting uitspraak gedaan, afgewezen. En de reden is dat ik niet aan kan tonen dat ik met dat nieuwe, met die nieuwe regel gedupeerd ben. Dus met andere woorden, pak de fiets of pak de bus. Mm-hmm. Maar ook dat wilde ik niet vertellen. Maar dan heb ik dus een grappige jongen aan de telefoon die heel radicaal is. En die zegt gewoon, nou, ik ga gewoon met een paar vrienden, leg ik gewoon heel Amsterdam plat. Weet je, ik ga gewoon met die scooters, ga ik gewoon tussen de auto's rijden, 50 km per uur. Mm-hmm. En dan zullen we wel eens even zien wat er gebeurt. Ja. Maar dat mag natuurlijk niet, dat weten we sinds die blokkeervriezen. Ik bedoel, vroeger had ik al gezegd, ja, laten we dat doen. Maar door de blokkeervriezen, ik doe helemaal niks, ik durf helemaal niks. Maar ik moet er wel heel hard om lachen. Dan denk ik, dat heb ik weer. Dat heeft ik weer. Blijf wel even bij je correcte Nederlands. Dat heeft dat ik weer. Dat heb ik weer, zei ik toch? Nee. Nee. Dat heeft ik weer. Nee, dat weet ik, hou je een beetje voor de gek. Oh, ik ga er helemaal serieus op in. Ja. Nou ja, goed. Dus dat soort dingen. Ik denk wel eens. Ja, wat ik af en toe aan mijn telefoon heb hangen, dat is best wel grappig. Maar hij was dus van plan om Amsterdam plat te leggen met een groep van zijn scootervrienden. Ja, dat opperde die. Ik zei, nou, ik doe daar niet aan mee. Lijkt me heel goed mogelijk, hoor. Als je, dan ga je in de buurt van het Centraal Station met die Prins Hendrikade en zo. En je moet vooral die kernlijnen moet je te pakken hebben. Maar ja, kijk, dat ben ik weer. Ik ben gewoon een mietje. Dus ik vertel hem wel hoe hij het moet doen. Maar verder zeg ik dat ik er niks mee te maken. Ik zou gebruik maken van een grijze duiver. Ja, maar ze staan echt. Je hebt gewoon om 5:30 ochtends heb je een arrestatieteam in de huiskamer staan. In zo'n land leven wij nu. Oké. Je mag helemaal niks. Nee, dat is inderdaad. Vind ik ook niet zo erg, hoor. Ik ben lui van aard.
als toch geen activiteit toegestaan is, dan gaat er maar mee op. Dat is wel wat gek hoor, want eerst moesten die brommers moesten van het fietspad af. Ja. En nou dus ook die, hoe heet het nou, die scooters. Ja, maar kijk, ik heb zo'n ding gekocht en dat is hartstikke duur. En dat heeft een bepaalde waarde waarvan je weet, als ik dat weer inruil, krijg ik daar iets voor terug. Uh-huh. Maar nu krijg je daar helemaal niks meer voor terug. Uh-huh. En ik moet 3 helmen gaan kopen. Ook dat nog, ja. Ook dat nog eens een keertje. Nou, dat ga ik ook niet doen. En het is gewoon levensgevaarlijk. Kijk, ik rijd natuurlijk ook auto. Dus ik weet gewoon hoe gevaarlijk het is als je daar met 25 kilometer op een brommertje tussen gaat zitten. Ja. Hm. En GroenLinks kwam daarmee. Weer die linkse, hè? Het is verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk. Wim Kok die heeft nog tegengehouden dat die Franse generaal onze jongens in Srebrenica ging helpen. Dat Wim Kok door de telefoon brulde van nee, 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 laat ze verrikken. En Wim Kok was ook links. Ja. Ik hoorde trouwens van de week dat misschien Nederland een beetje erin gerommeld is om dat in Srebrenica te gaan regelen. Wat denk jij? Zonder meer, zonder meer. Ik heb een kennis en die komt uit Tuzla. Mm-hmm. Die weet er alles van. Die weet dat zij is Serbisch. Maar die weet dat Srebrenica, dat was dan een toevluchtsoord, een sanctioned area of zo. Sanctionary. Voor moslims. Mm-hmm. Maar die moslims, die mannen, die gingen 's nachts de deur uit. En dan gekke dingen doen in de omliggende dorpen. Hè. Die Serben die werden pissed off. Ja, toen is Milosevic is erin getrokken. Mladic. En die Hollanders die hadden 3 blafpistolen en wat vuurwerk. Een vuurpijl of zo. Hm. Ja, en die Serbiërs die waren in die dagen van die Joegoslavische toestanden. Zij waren de 4e legermacht qua natie. Mm-hmm. Ze hebben eerst dan Amerika, dan krijg je Rusland en dan iets van China of zo. En dan kwamen de Serviërs. Mm-hmm. Die hadden guns, jongen. Dus Mladic, die kwam er gewoon binnenwandelen. Van ja, dan stel ik je homo's. Je loopt hier jongens te verdedigen die onze dorpen lastigvallen. En wat gaan we doen, meneer Karamans? En die arme Karamans is er verder ingeluisterd. Die kreeg zo'n preek. En die moest je voorlezen voor de tv. En toen zei hij, ja, in een oorlog heb je geen bad guys, good guys. En huppakee, weg daar, Karamans. Ja. Maar waarom is Nederland zo belangrijk in heel veel van die internationale dingen? Nederland is zo klein. Wat is dat nou? Weet je dat? Het heeft denk ik te maken met dat wij de delta zijn van Europa. Net als Egypte de delta is van Afrika. Mm-hmm. En wij zitten in het noordwesten en dat scheelt ook weer. Dat geeft een andere menselijke aanwezigheid. Het noorden en het westen, dus linksboven. Het heet Occidentaal. De Occidentale mensen. Je hebt ook die Zuidoostenaren in Vietnam en zo. Met lekkere sambal bij. Dat is ook leuk. Maar dat is een hele andere mentaliteit. Mm-hmm. In het Noordwesten is het meer Viking en Germaans. Okay. Ja. Maar hoe is het met jou verder? Want daar belde ik eigenlijk voor. Ja, koeltjes en gangetjes. Ik ben me erg aan het bepalen, heet dat. Een nieuwe richting. Ik ben toe aan een nieuwe uitdaging. Oh, oké, herkenbaar. Al dat harde werken met 50.000 kilometer per jaar wegtanken bij Shell, terwijl het zo koud is. En dan heb je weer van die bonnetjes en die moet je op dingetjes plakken. En dan krijg je dan, weet ik wel wat, een cadeau of zo. Daar heb ik geen zin meer in. Dat wil ik absoluut niet meer. Oké. Ik wil iets anders gaan doen. Ik wil te voet naar mijn werk. Doe maar schoonmaakwerk of zo. Konten wassen in het bejaardentehuis. Ik meen het serieus. Het gaat mij erom dat ik zo lang mogelijk in leven blijf. En ik leef heel goedkoop. Dus ja, ik overleef het wel. Ik krijg nog geld van mensen bij elkaar. 20, 30.000 euro. Van privépersonen. Ja, en ook van bedrijven, dat komt allemaal wel goed. Ik maak me niet zoveel zorgen. Ik ben erg blij met de acceptatie van
de omgeving waarin ik zit. Ik ben niet meer zo boos op mensen die nergens iets van begrijpen. Oh, dat is goed. Dat heb ik langer moeten werken. Ja, man. Ik heb ook een oude uitzending. Als ik dan, ik maak heel veel opnames, dat weet je. Maar dan, ja. Ik luister het meest, echt bijna 100%. Sommige luister ik zelfs twee keer. Dan twijfel ik. Kan het wel. Maar de laatste tijd weet ik beter opnames te maken. Dan denk ik van, ja, oké, die is goed. Hoppakee. Er zit niet meer zoveel boosheid in. Niet zoveel irritatie. En meer toneelspel. Ja, ik ben hartstikke ongelooflijk dankbaar voor mijn leven tot nu toe. En resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Dat weet ik ook wel. Maar dan nog mag ik dankbaar zijn voor al het goede wat mij toegekomen is. Super. Ja, dat heb ik wel elke dag. Ik ben onwijs blij in mijn huis. Ik heb dat 3 jaar geleden helemaal veranderd en gedaan zoals ik het wil. Voor het eerst in mijn leven dat ik heb eindelijk een mooi huis, wat ik mooi vind. Mm-hmm. En daar ben ik ook wel de hele dag dankbaar voor. Ja. Dat wint niet. Ik ben echt heel blij daarmee. En verder, ja, weet je, ik vind soms alles saai. En dan opeens gebeuren er heel veel dingen. En dan denk ik, ik word helemaal gek. Houd het nou nooit op. Dus het is bij mij hollo stilstaan. Ja. Dus Schopenhauer heeft dat gezegd. Het leven is als een slinger tussen saaiheid en ongeluk. Geluk is saaien. Nou ja, ik heb dus dat kort geding verloren vandaag. En daar was ik wel even boos over. Ja, maar niet echt. Je hebt me niet eens aanwezig mogen zijn. Nee, daar ben ik eigenlijk het boost. Ja, dat ik net zo goed zeggen. Jij hebt je aangemeld voor de Olympische Spelen. Je mocht niet meedoen. Maar daarom heb jij niet verloren. Je mocht niet eens meedoen. Nou, ik zat te denken aan die no-show. Ik had een keer ruzie met Booking.com. Omdat ze zei dat ik een hotel gereserveerd dat er niet kwam opdagen. Uh-huh. En toen zei ze, ja, je moet een no-show betalen. Nou, je kent me een beetje. Ik heb natuurlijk helemaal niks betaald. Dat ga ik niet doen. En heb me heel veel telefoontjes en heel veel brieven gekost. Maar nou, dat heet no show. Dus je boekt iets en je komt niet. Ja. En dat is het gevoel wat ik heb. Ik denk, ik heb betaald voor dat kort geding. En ik mag niet eens komen. Is dat heel gek? Ik vind dat jij een angeltje te pakken hebt. En trek het eruit. Een roestige spijker of zo. Die heb je te pakken. Ja. Die klopt iets niet aan. Hoor. Nee, dat vind ik dus ook. Ja. Ik bedenk me nou in één keer van, ik zou verplicht willen dat op verplichte onderwijsinstellingen kinderen gedwongen worden om te luisteren naar uitzendingen in de kwaliteit zoals tussen jou en mij. Met een glaasje rooibos thee erbij en een plak ontbijtkoek. Een beetje beginnen bij het begin. De kinderen moeten dit begrijpen. Ja. Want er is niet zo gek van aan de hand. In de Bijbel staat, er is niets nieuws onder de zon. Het is hetzelfde soepzooi als vroeger. Ja, goed. Hè? Ja. Ja, ik wil je niet in de reden vallen. Nee, nou, ik zit te denken aan onderwijs. Natuurlijk ook iets wat me heel erg bezighoudt. Ja, maar die Donald Trump, laten we daarop terugkeren. Oh ja. Dat Donald Trump dan de Adolf Hitler is. Maar dat is. Ja, hij is katholiek. Katholiek dingen, zij zijn katholiek gehoorzaam. Ik weet het alweer, wat er aan de hand was. Ja, kom maar. Ik wilde vertellen over Trump. En toen zei ik, van dat is ook iets dat mag dus helemaal niet. Je mag gewoon geen fan van Trump zijn. Omdat op school wordt gewoon gezegd, dat is de nieuwe Hitler. Nu niet meer trouwens hoor, maar toen de verkiezingen er waren wel. En dus ik heb de kinderen ook gewaarschuwd. Denk eraan dat je niks positiefs over Trump zegt op school. Dat kan gewoon niet. Uh-huh. En, maar ik ben dus ontzettend fan van die man. En het is natuurlijk een hele rare vent, dat geef ik toe. Uh-huh. Maar ik luister veel naar die speeches van hem. En dan denk ik, ja, ik begrijp het. Het is duidelijke taal. Ik snap wat hij bedoelt. Ik begrijp waar hij het over heeft. En ik ben het met hem eens. Noem maar een concreet politiek standpunt.
Duidelijk. Nou ja, bijvoorbeeld over die muur die hij wil hebben. Die grens die hij wil hebben. En daarvan zegt hij dus... mensen die illegaal de grens overkomen... daar hebben wij geen zicht op. En waarom willen die mensen niet dat wij daar zicht op hebben? Omdat ze dingen te verbergen hebben. Er worden vrouwen met duct tape worden achter in een busje gegooid... en die worden de grens overgebracht... Illegaal. Daar is totaal geen controle, geen kijk op. Die verdwijnen in de prostitutie. We hebben het over kinderhandel, mensenhandel, drugshandel, wapenhandel. Dat zijn de mensen die niet willen dat je in hun busje kijkt. En dat komt dus allemaal land in. Uh-huh. En dan denk ik, ja, hoe kunnen mensen... En hij zegt, mensen mogen wel komen, maar gewoon via de officiële manier. Gewoon via de legale manier. Dus een aanvraag doen en... je bekendmaken wie je bent en dat je op visite wil komen. Uh-huh. Dat laatste, dat vertaal ik, verzin ik er zelf bij, ja, maar visite, dat is wat hij vertelt. Ja. Ja. En dan denk ik, hoe kunnen mensen daar nou tegen zijn? Ja, ik vind een muur vind ik lomp. Oh, wacht even, want ik had het niet aangekondigd. 1 seconde, wacht. Hé, kind, ik zit met Perry, ging vragen hoe het met hem was en nu heeft hij de radio aangezet, dus ik word opgenomen. Dus heb je iets heel belangrijks? Want ik wil niet dat je op de dingen komt. Oké, goed. Regel ik. Ja, je mag wel even 3 minuten pauze nemen. Nee, geregeld. Okay. Ik, zonder woorden. Ik ben een slimme moeder. Hele slimme moeder. Ik zei. 3 deuren dicht. Zo, ja. Dat is die jongste, toch? Of niet? Ja. Ja, het is ook wel weer een leuk verhaal. Maar ik moet niet zoveel over mezelf bloot. Laten we over Trump gaan. Ik heb ook wel een leuk over verhaal Trump, over. Ja, we gaan verder over Trump. Nou, ja. Dus nou, ik zei die muur, dat is een lompe oplossing. Nee, hij zegt, het is gonna be beautiful. It's gonna be steel. Weet je, je kan er doorheen kijken. En it's gonna be beautiful. Dat zegt hij. Nou, dan denk je, ja, waarom niet? En weet je wat ik ook zo hypocriet vind? Ja, ik praat altijd een beetje Jip en Janneke taal, heb ik het idee, omdat jij zo geleerd bent. Ja. Maar voor wie heb je dat dan weer gehoord? Ga maar door. Nou, we hebben op Schiphol hebben wij ook een muur. Jij kan niet vanuit Afrika of weet ik veel wat voor gehucht op het vliegtuig stappen en even zeggen, zo, ik ga even in Nederland kijken en niemand mag in mijn koffertje kijken. Dat hebben wij ook niet. Jij komt hier ook het land niet in zonder visum. Ja, en los daarvan. Van mij mag iedereen naar binnen. Maar waar ik niet van hou, dat zijn mensen die de spullen stelen van andere mensen. Maar dat geldt niet alleen voor immigranten, dat geldt ook voor Nederlanders. Iedereen die steelt, daar moet iets mee gebeuren. En als je niet steelt, als je kennelijk arbeid levert, een toegevoegde waarde hebt, en dan krijg je voor betaald, ja, wat maakt mij het uit? Als iemand hier in Nederland komt wonen en die betaalt dan huur voor de huppeltjepub en hij doet de bijdrage aan de volksbuurtfeesten. Wat maakt mij het uit dat hij uit Kenia komt? Persoonlijk, hè? Nou, zover wil ik nog niet eens gaan. Maar ik vind het minimale vereiste dat je weet wie iemand is en wat hij in zijn koffertje heeft. Of in zijn achterbak. Dat vind ik gewoon... En het is bewezen, want er worden onwijs veel moorden gepleegd daar. En iedereen is vergeten dat in Mexico, dat je daar die gigantische drugsoorlogen had. Toevallig ken ik mensen uit Mexico. Uh-huh. De lijken lagen in de straat. Uh-huh. En dat komt allemaal zo illegaal de grens over daar in Amerika. Ja. Ja, dat is inderdaad een ding, hoor. Ja, nou, dus dan denk ik weer, want ik ben toch een klein complottertje ergens... Uh-huh. Dat ik in het begin al dacht, hé, wat voor goeds komt die Trump wel niet te brengen? Dat de mensen zo tegen hem zijn. Want de slechte mensen worden altijd vereerd en de goede mensen worden afgebrand. Zover was ik al. Nou ja, dus ik heb... En hij praat ook vaak over smerige dingen. Hij zegt over Europa. Europa is gewoon niet meer te redden. Hij zegt, very sad what's happening in France. Hij weet donders goed. En het probleem wat hij heeft, waar hij tegenaan loopt, is exact hetzelfde als wat wij hier in Europa hebben. Ja, ja. Wie komt hier binnen? Waarom komen ze binnen? Hoeveel mensen komen er binnen? Wat komen ze doen? Ja,
dat hebben wij in Europa ook, dat de mensen dat gewoon willen weten. En de politici hebben zoiets van, kan ons het schelen, kom maar gewoon. Anders komen we jullie wel halen. Ja, mijn punt is dat ik vind die muur, dat vind ik lomp. En ook al mag je dat esthetisch, ik vind het nog steeds lomp. Nou ja, we hebben het ook helemaal. Kijk, België en Nederland, ik reis zo naar België toe. Ja. Geen enkel probleem. Naar Duitsland, dat vind ik ook geen enkel probleem. Die grensovergangen, als je een vrachtwagen hebt met een hele hoop spullen. Wat mij betreft mag dat ook heen en weer rijden. Maar het is niet zo dat alle Belgen naar Nederland trekken. Omdat de grenzen tussen België en Nederland open zijn, komt iedereen vanuit Leuven naar Westervoort. Nee, helemaal niet. Ja, omdat daar dat verschil niet zo heel erg groot is. Hey, dus kennelijk is Mexico een puinhoop. Ja. En dus dan denken al die mensen, oh, we kunnen van ons eigen land niet iets fatsoenlijks maken. Nou, dan gaan we maar bedelen in het noorden van Amerika. Ja, maar bedelarij is landloperij. Dat staat in het Nederlands recht. Je mag niet landloper zijn. Zit je de godganse dag bij de Albert Heijn, nou, dan zit je morgenochtend, word je wakker op het politiebureau. En dan ga je naar het psychologische inspectieorganisatietoestanden toe. Maar je gaat niet op straat zitten bedelen. En daar erger ik mij aan. Ja, ja. Dat mogen Nederlanders ook niet en buitenlanders kennelijk wel. En hetzelfde regime, dat is het enige wat je hoeft te doen. En voor het inklaren van goederen met de douane, dat vind ik eigenlijk ook helemaal niet nodig. Maar daar kan ik me nog iets bij voorstellen. Ja, maar ik vind drugs, wapens en mensenhandel, dat zijn drie dingen waarvan ik denk dat moeten we niet willen. En dat is dus, ja, zeg maar, hè, om weer terug te komen op Trump, wat hij zegt. En ja, dat kan ieder kind begrijpen dat zo is. Ja, die drugshandel vanuit Mexico, dat is voornamelijk cocaïne, hè? Geen idee, ik denk het, ja, zou kunnen. Jij weet het beter dan ik weet niet wat. Okay. Dure spulletje. Ik vind het niet eens lekker. Heb jij het wel eens gedaan? Je bent toch anoniem, maar ik heb het ooit 2-3 keer gedaan of zo. En dan niet eens. Ja, goed. Dat is ook al jaren terug. Ik vind het niet eens zo interessant. Ik snap er helemaal niks van. Nou, ik bedoel, het is zo lang geleden dat ik het wel kan vertellen. Ja. Ik heb het ook 2-3 keer gedaan. En ik vond het zo fantastisch dat ik dacht, dit ga ik nooit meer doen. Oh, wacht, nu weet ik het weer. Dat heb jij mij eerder verteld. Ja. Echt waar? Ja. Nou, niet op de radio, dat geloof ik niet. Want dat is echt gewoon... Nee, nu pas op de radio. Nee, dat was toen niet de keer bij je thuis was, denk ik. Ah, dat zou kunnen. Ja, nu weet ik het. Ja, ik vind dat de overheid daar niks mee te maken heeft. Als het volk zichzelf wil volstoppen met cocaïne. Ja, je kan op de lagere school kan je vertellen hoe cocaïne geproduceerd wordt. Dat lijkt heel erg eco, want het gaat om een blaadje van een plant, de coca-plant. Het is rete bitter en dat doe je dan in een bad met 43.000 chemicaliën. Je lijkt de Duitse staatsmijnen wel. En dan heb je alles, je Breaking Bad of zo. En dan heb je van dat witte poeder. En dat is maar de vraag wat je in je neus duwt. Maar dat is niet alleen de heilige coca-kristallen van de coca-bladeren. Een hele hoop meuk zit erbij. Gadverdamme. En dan doen ze het ook nog versnijden. Kijk, dat moet je kinderen van 6 jaar vertellen. En dan blijven ze vanzelf van de cocaïne af. En dan kijken ze heel wantrouwig naar zo'n dealer. En zeggen, ja, hoeveel waspoeder zit erin? Ja, eens. Nou, 2 dingen. Ik begrijp niet, want wat ik dan lees, wat er dan onderschept wordt en zo. En dan denk ik, hoe is het mogelijk? Waar gaan al die duizenden kilo's? Wie gebruiken dat allemaal? Maar goed, dat is 1. En het tweede is dat GroenLinks, die wil de ecstasyhandel legaliseren. Nou, dat is iets, daar word ik gewoon woedend van. Dan denk ik, ben je wel goed bij je hoofd? Ik heb ecstasy 1 keer gedaan. En dat is echt super sweet, is dat. Ja, maar ik vind dat je... En je hebt ook helemaal geen zin meer in alcohol. Je wil alleen maar water drinken. Dus dat viel me wel op. Maar ja, wat wou je zeggen? Ja. Nou, ik vind het gewoon een heel slecht signaal. Ik bedoel, als mijn dochter ecstasy wil gebruiken, God verhoede. Mm-hmm. En dan, ja, maar ze zijn getest. Mag gewoon, het is gewoon legaal. Doe even lekker normaal. Ik vind dat ik. Nee, ik ben daar gewoon heel erg tegen. Ik vind dat moet niet normaal worden.
Je hebt dat boek van Hans Plomp, die schrijver uit, dat is bij Amsterdam in de buurt, Ruigoord. Mm-hmm. En die heeft een boek geschreven samen met Wolf of zo heet die man. Jan Wolfers. En dat boek heet Uit je bol. Mm-hmm. En dat is een receptenboek voor het gebruik van drugs. Mm-hmm. En niet voor het produceren, maar hoe moet je het gebruiken? Ja. En het adagium, het motto is, alles is prima, maar niet elke dag en niet elk uur. En ecstasy wordt gezegd, ja, dat is eens per jaar, twee keer per jaar. Maar hou er rekening mee dat een tripje, dat neem je daar 2 dagen vrij voor. Dan moet je van tevoren vruchtensap drinken en dan een pil erin. En dan moet je weer bijkomen en dan kan je weer naar je werk. Nou, maar begrijp me niet verkeerd, lieve Perry. Begrijp me niet verkeerd. Ik vind het echt prima. Voor mij mag de hele wereld, iedereen mag ecstasy gebruiken. Al is het elke dag, interesseert me niet. Maar ik vind het een verkeerd signaal om zoiets legaal te maken. Waarmee je het dus doet alsof het normaal is. Ik vind dat je de keuze maakt met zoiets waarvan ik denk, nee, sommige dingen moeten niet normaal gemaakt worden. En dat heb ik met meer dingen, maar daar zeg ik verder niks over. Begrijp je? Dus dat is het. Er wordt dat nee. Nou, vind jij dat Siankali-pillen verboden moeten worden bij wet? Nou, ik zou heel graag dat willen hebben. Dat we erop heel graag ook. Ja, ik leef natuurlijk een beetje altijd met 1 been in de Tweede Wereldoorlog. En altijd denk ik, wat zou ik doen? Nou, als ik iets zou willen, dan is het dat in huis hebben. Echt niet serieus. Daar denk ik echt heel vaak over. Daar heb ik heel vaak over gedacht. Toch? Ja. Oh, laten we terug naar Trump. En misschien, kijk, als ik Trump nou het voordeel van de twijfel geef, dan zou hij de Willem de Zwijger kunnen zijn. Willem van Oranje. Ik heb daar toevallig een uitzending. Nou, ik weet niet, die staat al op internet. Over Willem van Oranje, de vader des vaderlands. Mm-hmm. En die werkte voor de Habsburgers, dat handelsgebeuren. Mm-hmm. En die werd de stadhouder van Friesland, Holland, Zeeland en Utrecht. Mm-hmm. En die sloot zich aan bij de gele hesjes van die tijd. Mm-hmm. Die gingen knokken tegen die katholieken. Mm-hmm. Dat heeft wel onze Willem de kop gekost. En zijn afstamming, want hij kwam uit die Habsburgse toestanden, dus hij was een insider van die rijke lui. Dat was ook een stinkend rijke aristocraat. En kopie, ja. Mm-hmm. Hij heeft strijdtonelen aangestuurd van pak ze zo, pak ze zo, pak ze zo. Dat was het begin van de 80-jarige oorlog tegen de katholieken. Mm-hmm. En dat kan Donald Trump natuurlijk ook zijn, dat hij half van de paus is. Dat hij eigenlijk van het volk is. Dat zou kunnen, hoor. Dat mag je niet uitsluiten. Het einde zal het bewijzen. Nou, ik denk dat hij gewoon iets doorheeft. En weet hoe smerig het zit. Zeg maar die hele deep state wat wij ook hebben. Uh-huh, en ik geloof echt dat wereldwijd gewoon hetzelfde kliekje is. Klopt, geloof ik ook. Nou, en ik heb het idee dat hij, want hij komt natuurlijk uit het zakenleven. Mm-hmm. En ik heb het idee dat hij dat heel goed weet. En ook van plan is om het aan te pakken. Dan moet ik eerlijk zeggen dat het wel heel erg lang gaat duren. Hij speelt gevaarlijk spel, hoor. Maar het is een zakenman. Want hij zei gisteren, heeft hij gezegd, bij de State of the Union, zei hij van, ik durf te zeggen, zonder mij als president hadden we gewoon nu oorlog gehad met Noord-Korea. En ik geloof hem. Om er eens iets te noemen. Ja. Heeft u dat echt? Ja, oké. Okay. Ik ben even verbaasd dat hij dat gezegd heeft. Want in de Amerikaanse grondwet staat dat er helemaal geen oorlog gevoerd wordt buiten de landsgrenzen. Als je aangevallen wordt, ja, dan mag je terugslaan. Je mag ook een preemptive attack doen.
Maar dat is het. Dus als Donald Trump geen president was geweest, dan was Noord-Korea dus, die had al heel veel militair materieel om Amerika. En dan kon het, dat kan natuurlijk niet. Dan weet Donald Trump ook niet goed wat hij zegt, denk ik dan. Want volgens de Constitutie, de grondwet van Amerika, voert het Amerikaanse volk geen oorlog buiten de landsgrenzen, tenzij, clear and present danger. Dat is opgesteld. En voor de rest blijven de jongens lekker thuis. Dan gaan ze line dansen met hun vrouwtjes in lange rokken. Maar dat staat in de Constitutie. Maar Donald Trump, dat is heel gevaarlijk. Pim Fortuyn, die is doodgeschoten. En niet door een of andere puistige jongeling met een vrouw die in de bijstand zat en een kind uit Harderwijk. En dat was een operatie. Pim Fortuyn is omgelegd. Punt. Ja, maar Trump die komt uit het zakenleven en die had dus dat conflict met die gokpaleizen. Ja. En het verhaal gaat dat hij toen al security om zich heen gebouwd heeft. Omdat dat ook heel gevaarlijk was. En dat hij zijn eigen geheime beveiliging en zijn geheime dienst heeft in eigen hand al heel lang. Dus ja, daar hoop ik dan maar op. Maar als hij naïef geweest zou zijn, en dat was Pim Fortuyn, ja, dan was hij denk ik al lang doodgeschoten, ja. Als hij wat geweest zou zijn? Trump, als Trump naïef geweest zou naïef, zijn. Naïef, oké. Okay. Ja. Ja, misschien is hij slim. Ik zag wel een opname van Jurk Liesman, dat is mijn Leuvense vriend. Die had een filmpje op zijn kanaal gezet, geshared, hè. Mm-hmm. En dan zie je Donald Trump staan en dan staan er 5 of 6 hele grote, huge, van die kale mannen in donkere pakken. En die hebben zo'n vrijmetselarij speldje. Zit hij met, misschien daar, ja. En waarom stond hij daar? Nou, Trump stond een toespraak te houden en die mannen stonden achter hem. Als beveiliging. Ja, zoiets. En daarna nog een van die mannen nam er nog het woord en die zei ook nog wat. En toen kon je goed zien dat hij zo'n geetje met een passer en een winkelhaak. Maar dan nog, hè, want ook dat, Perry, soms, ik denk niet dat alle vrijmetselaars slecht zijn. Dat geloof ik gewoon niet. Dat geloof ik ook niet. Nee, dus. Er wordt heel veel gezegd. Onze gezamenlijke vriend die zegt dat hij eigenlijk Trump heette. Dat hij zijn naam heeft veranderd. Ken je dat verhaal? Nee. Dat schijnt zo te zijn. En van alles en nog wat krijgt hij. Maar ik doe net alsof ik in een sprookje zit. En ik geloof toch nog steeds dat hij... de waarheid naar boven gaat brengen voor een groot gedeelte. Mm-hmm. Ik weet niet, daar blijf ik op geloven en hopen. Dat hij gaat vertellen dat we nooit naar de maan zijn geweest. Ja, bijvoorbeeld. Of over die vieze, gore pedo's die elkaar allemaal lopen te chanteren wereldwijd. Mm-hmm. En hun zakken lopen te vullen. Nu je daar toch over begint, hoe gaat het met Joris Demming de laatste tijd? De laatste keer dat hij gesignaleerd is, liep hij vrij moeilijk. Oh, ach nee. Ja. Oh. En weinig. Maar hij is ook alweer op leeftijd. Hij is toch 68 of zo? Volgens mij 72. Ai, ai, ai. Ja, dan gaan de jaren tellen. Ja. Dan gaan de jaren tellen, is het doel. Ja. Is hij ook niet meer zo aantrekkelijk voor die jongetjes in het Anne Frank Park of plantsoen? Sorry. Maar dat is hij ook nooit geweest. Oh, wat een engert. Ja. Even voor de luisteraars. Joris Demming, dat is een van de grotere schandalen van Nederland. Van de 21ste eeuw. Nee, einde van de 20ste eeuw. Maar in de 21ste eeuw geht hem wild, hè? Joris Demming was secretaris-generaal van Justitie. En die is beschuldigd door het weekblad Panorama, met foto's erbij en zo, dat hij
zich heeft laten bedienen door jongens prostituees, minderjarigen, in het Anne Frank plantsoen te Eindhoven. En niemand heeft er wat aan gedaan. Ja, vertel maar. Ja. En twee Turkse jongetjes in Turkije die zeggen door hem meegenomen en verkracht geweest te zijn. Ja, dat is ook geseponeerd of zo. Ze zijn wel allemaal weggestopt. Dat is ook leuk. Je hebt het internationale gerechtshof te Den Haag. Maar die heeft geen jurisdictie over alles wat maar riekt naar katholicisme. Dus als iets plaats heeft gevonden binnen het katholicisme, hun doel of whatever. Uh-huh. Of hun grondgebied of zo. Heeft het internationaal gerechtshof geen jurisdictie over. Dus waar moet je dan je recht halen eigenlijk? Stokken maar, en stenen en fakkels met teer of zo. Maar Demmink is ook een katholiek, hè? Oh, dat verbaast me niks, maar dan wist ik niet dat het waar was. Ja. Hoe weet je dat? Dat weet ik niet. Zie je aan zijn lelijke hoofd? Nee, dat mag je niet zeggen. Dan ga je andere katholieken beledigen. Ja, dat zal wel. Heel Nederland is katholiek. Ik bedoel, koning Willem-Alexander die gaat toch eens per jaar met zijn vrouw en zijn drie kinderen naar het Vaticaan om te zeggen van ja, mijn land is nog steeds van jou. Een beetje eer betonen aan een vent met een muts. Ja. Vervelend hoor. Ja, goed. Dat is algemene vervelendheid. En dat was altijd al, het is al zo lang zo, dus wat maken we. Oh ja, en dan nog even, als we dan toch al twee dingen genoemd hebben, wil ik er toch nog even een derde ding bij doen voor de mensen die echt nog nooit van die man gehoord hebben. En dat is dat ook vier rechercheurs onder ede verklaard hebben dat hij voorkwam in een heel groot onderzoek van jongensportdelen in Amsterdam en Rotterdam. Verschrikkelijk. Ja. Onder ede, vier oud-rechercheurs, nou ja, weet je wel. En aan die man, die Baybassin. Hmm. Die zit nog steeds in de gevangenis, Baybassin? Nou, ik zit dus vier keer per dag in de auto, had ik je verteld vorige keer. Nou, en luister ik naar radio, hoe heet dat, Noord-Holland. Uh-huh. Erg leuk. En dat ging vandaag over, omdat er morgen gedemonstreerd gaat worden door die klimaatspijpelaars. Weet je wel, die kindjes die allemaal... Ja, die willen als hetzelfde blijft. Er mag geen klimaatverandering komen. Ja, oké. Okay. Ja. Nou ja, die gaan gewoon demonstreren. Het maakt niet uit waarvoor. Ik bedoel, ik zou ook gaan demonstreren. Maakt niet uit waarvoor. Een dag vrij, huppakee, hartstikke gaaf, man. Het zal niet naar de naam. Oh ja, even voor iedereen die wil gaan demonstreren. Denk goed na over de locatie van de snackbar. En dat je na afloop lekkere patatje, pindasaus... Ja. Moet je even van tevoren in de buurt ook vragen, waar zit de goede snackbar? Ja. Niet dat je met een lege maag naar huis gaat. Ja. Maar ik luister dus op de radio, want ik kom terug naar Bijbelzin. Ik maak altijd heel gekke bruggetjes. Ja, nou, ja, en door, dus ik was aan het luisteren en zeiden ze, zijn er luisteraars die ook gedemonstreerd hebben? En die kunnen inbellen, vertel je verhaal. Ik dacht, nou, ik zat in de auto en ik was op een plek van bestemming. Oh. Dus ik draai dat nummer, nog nooit gedaan. En toen kreeg ik dus een redactie aan de telefoon. Vertelde ze, nou, ik heb ook gedemonstreerd. En voor Bijbelzin, oh, wie is dat dan? En zei hij, nou, morgen gaan we er weer een item over doen. Dus misschien bellen we je wel terug. Oh. Nee, maar dat is toch? Dat vond ik wel grappig. Ja, ja. Hij zit nog steeds in de gevangenis, hè? Yes. Ja. Maar ja, ik doe niks meer ermee, omdat ja, er gebeurt niks, het zit vast, alle hoop is vergeven. Dus ja, weet je, allemaal dingen achter de schermen, ik doe er gewoon niet veel meer mee. Nee, dat weet ik. Maar wat je gedaan hebt met jouw radio dingen, is chapeau hoor. Respect. Dank je wel. Ja. Even voor de kijkeraars, misschien moet ik het kanaal van Mira hieronder zetten. Ik heb zo'n serie met linkjes. Daar zet ik haar ook wel even tussen. Dan kan je kijken naar die oude uitzendingen. Dat is echt geschiedenis. Dat is wel 3, 4, 5 jaar geleden, man.
Dus geen prehistorie, maar wel geschiedenis. Maar het is wel weer bezopen eigenlijk, want ik zit met jou te praten. En een paar keer heb ik gedacht van, oh ja, ik ben Marietje of ik ben... Grappig. Je bent anonymous, meen je. Nou ja, ik ben zoals ik ben. En, Getuige J13. Ja. Natuurlijk, je mag toch je uitspreken, wat is dat nou? Nou, ik doe natuurlijk nog andere dingen ook dan slap lullen en radio en zeuren en zo. Mm-hmm. En ik heb dus een collega. En die zei een keer, maar dat is een nieuwe collega, maar die doet heel raar tegen mij. En toen zei ze een keer over iemand anders, van ja, die heb ik gegoogeld, ik google iedereen. En toen dacht ik, oh no. Oh. Ja. Waarom? Waar zou je... Kijk, mag ik even mijn zin afmaken? Ja. Ik vind het ontzettend moeilijk om mezelf te leren kennen. Echt super ingewikkeld. En als een ander mij beter kan kennen dan ik mezelf ken... Ja, wat ben ik dan? Ja, hoezo kan een ander mij beter kennen dan ik mezelf ken? Ik ben nu 59, want ik ben al 59 jaar ongeveer dan bezig met het bestuderen van mijn eigen. En dan ga jij 3 uur kijken naar, weet ik van wat, van jou of van mij of zo, hè? En dan ken je mij beter dan ik mij? Nee, natuurlijk niet. Nee, dat is ook zo. Ken je mij? Oh, is dat een lied? Wie ben ik dan? Ken jij mij beter dan ik? Ja, heel mooi nummer. Echt zo mooi. En je kan het niet laten horen, want dan krijg je meteen claims. Precies. Maar even voor de kijkers. Nog eentje. Dan krijg je ook zo'n copyright claim. Maar even een vraag aan jou. Vraag 1. Heb jij de film The Matrix en dan de eerste? Heb je die gezien? Ja, heel lang geleden en onder invloed. Oké, dus dan weet je niet meer toen Keanu Reeves... Ja, niet de allerbeste acteur, maar wel een mooie man, hè. Die speelt Neo. En die komt die keuken binnen. En achter hem is dan Orpheus, of Morpheus. En hij komt die keuken binnen en daar zit The Oracle. Dat is een oudere negerin. Dat is een Nederlands woord, hè. Mm-hmm. Een oudere negerin en die bakt graag koekjes en die eet graag snoepjes. En die rookt sigaretten. Ja. Ja, en als Neo dan die keuken binnenkomt, dan staat er boven de deur een adagium, een motto, in het Grieks. Mm-hmm. En dat daar staat, dat weet je dus niet. Jij weet niet wat er staat. Wat staat daar? Ken u zelf. Oh ja. Ja, ken u zelf, ja. Dat is Grieks. Maar jij vindt dus niet dat iemand anders jou... Ja, oké, iemand anders kan jou niet beter kennen dan jezelf. Maar iemand anders die kan wel veel beter een stukje van jou uitleggen... wat je zelf niet op weg kan. Of op zou komen. Ja, dat klopt. En die mensen die komen vanzelf op mijn pad. Ja. Ik ben niet iemand die gaat huilen bij een psychotherapeut. Die tijd ben ik voorbij. Ja, ik heb het wel gedaan. Ja, laten we eerlijk zijn. Ja, ik heb niet gehuild natuurlijk, maar... Mietje. Ja, is dat ambulant in Wolfhezen? En Wolfhezen, dat is het zandpoort van Arnhem, zeg maar. Ja. Ik heb in Wolfhezen gezeten. Zat ik zwaar in de knopen. Maar die tijd is voorbij, ja, kom op. Maar zat je intern ergens? Nee, dat mocht niet. Dat vond ik zo kut. Ah, je was niet gek genoeg. Nee. En ik was zo toe aan vakantie. Ja, dat mocht niet. Nee, een kwartiertje lang. Nee, 3 kwartier lang. Bla, 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 bla. En dan ben je weer de deur uit gejakkerd. Ging je whisky kopen, of niet? Nee, je mocht geen alcohol drinken in die tijd. Dat is absoluut verboden. Ja, serieus. Geen geintje. Er werd aan mij gevraagd bij het innamegesprek of zo. Hè, van, hoeveel alcohol drinkt u? En dan denk ik, nou, ik schiet even voorzichtig in. Ik zeg dat ik 60% van wat ik consumeer. Hè. Ik zeg, nou, zoveel glazen per week. Oh, maar dat is veel te veel.
Ze kregen een absoluut alcoholverbod. Hmm. Nou, dat heb ik maar gedaan. Niet dat het veel scheelt, hoor. Maar het was die organisatie die eiste dat dan. En nou, dat doe ik dan ook maar in mij. Heb ik jarenlang geen alcohol gedronken. En toen dacht ik van, kom. Laat ik eens even kijken hoe rode wijn ook alweer proefde. Want ik ben het vergeten. En toen begon het weer. Ja. Niet zo belangrijk waar het om gaat, is dat je jezelf leert kennen. Ja. En ieder mens heeft zo zijn verdriet en zijn dingen en zijn zus. En die hopeloze situatie ook nog een keer. Met dat onderwijs, ik kan er echt over. Verschrikkelijk. Er is zo'n leuke uitzending van Monty Python. Van, met John Cleese. En Michael Palin en zo. En die hele club. En John Cleese is de architect. En die heeft een model van een gebouw. En dan legt hij uit van, kijk, hier komen de mensen naar binnen lopen. En dan stappen ze op een soort van horizontale roltrap. En dan gaan ze daar de roterende messen in. En iedereen zo van, oh, wat een mooi gebouw. En ja, nou, de mensen gaan dan automatisch naar binnen. En, maar dat laatste, wat zei u nou? Rotating knives. Maar zo is de samenleving wel, hoor. Want je weet bij God niet waar jij je kind in stort. En niet over jou persoonlijk, maar over mij persoonlijk, maar in het algemeen. Ja, ik denk aan al die... Moet je die kinderen steunen? In een... Ja, nou, daar denk ik dus aan al die ouders en kinderen en moeders... die dus gewoon helemaal geen tijd hebben, omdat ze dus een carrière ambiëren... Mm-hmm. en helemaal geen tijd hebben om naar dat geneuzel van de kinderwereld te luisteren... en dat een beetje in goede banen te leiden... en dingen een beetje recht breien, wat scheef gebreid werd op school. En, snap je? En ja, de meeste ouders hebben daar gewoon geen tijd voor. Terwijl ik denk dat het super belangrijk is. Ik vind het ook, ja. Die schooltijd, die overgang van de basisschool naar de middelbare school, dat is huge. Nou, ik heb vroeger helemaal geen begeleiding gehad, hoor, van mijn moeder. Of van wie dan ook. Waar stuur je op aan? Jij hebt geen begeleiding gehad bij... Nee, de meeste kinderen niet. Er is toch een soort van tendens van... ja, joh, daar word je hard van en dat komt wel goed, dat zit wel goed. Ja, omdat dat gewoon het makkelijkste is. Maar weet je wel echt wat er speelt? Ja, jij bent jonger dan ik, hè? Ik heb fatsoenlijk onderwijs gehad, moet ik zeggen. Het was saai, vooral in de zomer. Dan wilde ik liever naar buiten. Dat ik echt op de klok te kijken. Maar mijn onderwijs verder, zou ik, joh... Ja, maar het was zo keihard. Ik herinner me wel dat ik het keihard vond, hoor. Dat ik naar de middelbare school ging. Het leven daar was echt wel anders. Je moest echt voor jezelf opkomen. En je moest echt wel goed nadenken over van alles en nog wat waar je nog nooit eerder over nagedacht had. Oké, maar voor mij was het op de lagere school al. Want dan zat ik in de klas en ik had een opvallend uiterlijk met zo'n dikke bril. En ik had de hoogste cijfers, dus dan zaten ze mij te treiteren. Hmm. Dat was in de vijfde, zesde klas, wat nu groep 7 of 8 is. Hè? Ja, afgesproken vechtpartij, hoor. Afgesproken. Ik was een keer, dan werd ik getreiterd door iemand en allemaal jongetjes achter mij. Die zaten te grinniken. En toen ging die leraar, een vrouw, die ging even het lokaal uit om de spons. Toen had je nog, dat weten de kinderen niet, maar toen had je geen digiborden. Had je een spons en die spons was droog. Ik zag dat die spons droog was. Ik wist dat ze weg gaan lopen. En toen ben ik die jongen in één keer aangevlogen. Die hoofdlul. Zo. Dat was vijfde klas. Waar ga je me nou lopen neuken, man? Flikker op. Goed voor jou. Nou ja, ik heb er heel veel in elkaar gemapt, hoor. En toen naar de middelbare school toe. Ja, dat is dan een makkie. Precies, en daar ging ik door met knokken. Kreeg ik gezeik. De mentor die dreigde dan tegen mijn moeder bij het evaluatiegesprek... dat ik naar de lagere technische school moest. Vanwege wangedrag. Mm. Toen is mijn moeder ongelooflijk kwaad geworden. Mm-hmm. En die man is dan... Ja, dat zegt mijn moeder dan, hè. Omdat zij zo kwaad werd, mocht ik toch blijven...
Maar vervolgens werd mijn moeder heel boos op mij. Oh, flik je me nou. Maar toen kwam zij in de... Om het even... Ja, dit gaat over koffietafel talk. Ja, in die tijd had zij... Mijn vader was pleiter. Dat was ook de oorzaak dat ik helemaal lossloeg. Hè. Vind ik jongetjes niet leuk, hè? Als papa weggaat zonder dag te zeggen. Want dat is onbeleefd. Ook dat nog. En mijn moeder die zweeg ook in alle talen, want ik zou het wel begrijpen. Ja, ha. En dan kreeg zij een borstkankerdiagnose. En een amputatiebehandelingsvoorschrift. En die zit vanuit de Bijlmer. Terug bij de bushalte richting Amstelveen, waar we toen woonden. En die ontmoette iemand van de Pinkstergemeente. Nee, dat was er geen Pinkstergemeente. Dat waren Renegade Christenen. Dat was een huiskerk, heet dat. Ja. Alleen maar Bijbel lezen, meer niet. En ze waren op zoek, als groep, naar een kerk. En mijn moeder werd uitgenodigd om mee te doen. Dat was een ideale omstandigheid voor haar natuurlijk. En daar werd ik in meegesleurd. En toen kreeg ik een leenbijbel. Die heb ik ook netjes teruggegeven. En daarna kreeg ik mijn eigen bijbel. Oh? Dat was 12. En toen ik die leenbijbel las, ik kreeg tranen in mijn ogen. Echt? Ja. En ik heb nooit meer gevochten. Nooit meer. En waarom kreeg je tranen in je ogen? De herkenbaarheid van de woorden. Van de intentie, van de wil die erin zit. Ja, dat snap ik wel. Ja. Als mensen hebben zo gedacht, nou dan wil ik meedenken met die mensen. En ik ga niet meer vechten. Ja. Ik doe het niet meer. Ja. Ik heb me wel. Het is niet zo dat ik geen klappen heb gekregen sinds die dagen. Ik heb wel degelijk klappen gekregen, maar ik sla niet meer terug. Ik doe dat niet meer. Ik kan die woede niet meer. Ik zie alleen maar iemand die een hekel heeft aan mijn woord. Of weet ik veel wat. Of ik stink naar een huppeltje purp of zo. Ja. Knoflook gegeten. Ja, zoiets, ja. Maar ik kan het niet meer op te brengen. Ik kan het niet meer opbrengen om iemand... En vroeger wel, hoor. Toen ik 10 was of zo. Mijn bril die ging naar mijn chaperon. Want dat zei ik tegen mijn vriendje, want ik heb een vechtafspraak. En dan wachten we, 3:45 ging de school uit. En dan een kwartiertje lang dreutelen op het plein. Alsof je nog even wil gaan basketballen. En dan zo'n cirkel maken van jongens. En ik had 1 chaperon, die kreeg mijn bril. En ik van ram. Ik vloog er bovenop. Maar dat doe ik niet meer. Dat is over. En logisch, vind ik hoor. Moraliteit is het enige dat geldt. Ja. Ja, dat is mijn levensverhaal in het kort samengevat. En hoe gaat het met mij? Ja, prima. De laatste keer dat ik voor mijn bek ben geslagen, dat was door een kookdealer. Nou, dat neem ik mezelf niet kwalijk. En dat was een hele gemene, laffe aanval, by the way. Maar wat mij opvalt is dat als je mensen vraagt hoe hun schooltijd was, dat je dus altijd ellendige verhalen bijna iedereen, tenminste op een of andere manier, zijn er hele erge verhalen, net als wat jij vertelt. Ja. Maar je ziet het nooit is... die ouders die weten gewoon ook... Ik vind het een heel... Het punt is, lieve kind... En ik ben jouw lieve kind, hè? We zitten op de 53 minuten, hè? En ik zou het heel graag met jou willen hebben... Om het te hebben over onderwijs. Zou je dat willen? Je hebt zo'n mooie stem. En jij hebt er ook ervaring mee en je hebt kinderen. Ja. Nou, dan doe ik nu even de afsluiting. Heel snel. Hey, dag lieve luisteraars. Besef heel goed dat dit gesprek, wat ik en de onbekende getuige J13... niemand weet hoe haar stem klinkt. Nee, maar dit kost ons tijd en aandacht. Waardeer dat. En op zijn hamburgers zeg ik tjus. En dag schattenbouten. En nou moet jij nog wat zeggen. Doeg.